Good morning guys, goedemorgen. Het is nu ochtend en Ali is wakker. Ze is beneden, ik heb haar eten gemaakt. Ze is nu aan het eten en sorry, ben ik weer in de donker gegaan bij mij. Maar ik moet zo straks naar de bieb. Moet ik even alle boeken en cd's terugbrengen. Dus ik ga, mijn zoon heeft cd's, even kijken of die cd nog in zit. Ja, even van die Avatar films. En Alia heeft een aantal boeken bij die bieb, dus ik moet even die terugbrengen. En daarna ga ik even, ik moet ook even bij die bieb, ik moet even een aantal dingen even uitprinten. Even een aantal documenten uitprinten en dan. En dan als de markt nog open is, ga ik wel naar de markt. Maar dan weet ik nog niet zeker als die open is. Ja, als de markt nog open is, ga ik naar de markt. Ali is nu aan het eten. Wat is deze? De telefoon is een beetje opgeladen. Ik heb nog niets gegeten, maar ik ga wel zo meteen beneden even wat eten. Ik moet nog even dingen klaarzetten dat ik straks niet vergeet. Want ik heb dat ook soms, dat ik even denk van, oh, ik heb alles klaar. En dan ben ik beneden en dan vergeet ik alles, weet je. Dan denk ik van, oh shit, ik ben daar en dan weet ik niet meer wat ik buiten moet houden. Dus ik pak even alle cd's en alle boeken, bibliotheekpasjes en dan even een klein uit. Maar Alia eet nu dus. Het is pas als Alia klaar met eten, dan gaan we naar de bieb. Maar ik pak vast alles klaar. Even de lamp uit hier. Even in de donkere gang bij mij. Mijn gang is altijd donker, dus even de lamp uit. Het maakt me niet uit hoeveel licht. Ja? Ja, I'm downstairs. Ik ging even de boeken halen. Voor de bieb. Dus ga je eten? Als je klaar met eten, dan gaan we even weg. Even in de keuken. Ik heb gisteren aan die was gedraaid. En ik heb even wat van die handdoeken even gewassen. Even in de woonkamer, want ik heb echt geen wasmachine. Geen wasdroger, sorry. En ja, dat is echt één ding wat ik wil niet echt voor gaan sparen. Maar eerst wil ik een grote bank kopen voordat ik een wasdroger koop. Dus Ali is aan het eten. Say hello. Hallo. Ali heeft koud. Ali heeft altijd koud. Hè? Ali heeft brood met chocola en warme melk. Ali is helemaal gek op chocola en warme melk. Dus ik ga nu naar de winkel. En wij gaan eerst eten en dan gaan we naar de winkel. Maar goed, Alia klaar is met eten. Ik heb de huis schoongemaakt. Verwarming staat aan, dus ik weet niet. De kind heeft altijd koud en de verwarming staat aan. Maar Alia heeft altijd koud. Hij heeft altijd koud. Alia heeft echt altijd koud. Dus ja. Mama. Ik hoop dat de markt nog open is. Het is nu al iets van 11 uur zoiets. Bijna 11:30. Dus ja. Ik hoef niet per se bij de markt, maar als het kan, dan wil ik wel graag daar naartoe voordat ik bij de winkel wat ga halen. Maar Lierga, we gaan eerst eten. Eerst lekker eten? Ja. Okay. Say hello. Hello. We're going to do shopping. Tommy is not home yet, so I'm not really going to do shopping. Yeah, we're going to the bib. Tommy's coming, stop it, Alia. We're going to the bib, we're going to return the books. So we're walking out. Ali is feeling cold. She's always cold, so that's why I rubbed her like this. Okay, we're almost at the bib. So the bib is very close to the house, so it's not that really far. And then I'm just going to drop the book. Take another book for Alia to read. Tommy, he always likes to choose stuff for himself, so I don't really have to take any book for him. So he knows what he wants. So whenever he wants to take a book, he will go for himself. We're in the bib. So yeah. Hi.
zal even die boeken terugbrengen. Nee, dat mag niet. Dat mag niet, Alia. Eerst doe ik die voor Tommy. Inleven. Ja, dat is het. Tommy. En dan... Oké. Ja. Ja. Inleven. Ja, welke, wie dit boek hebben? Deze? Nee. De bubbel. Dit is wel mooi. Het is wel een mooi boek. Nee. Ja, we kunnen het naar huis meenemen. Inderdaad. Ja. Mag ik deze? Ja. Ja, deze zijn ook mooi. Deze? Ja. Oh, oké. Okay. Nu doen we deze boek. Dan gaan we deze boek. Oh, wel leuk. Je vanavond lezen als je gaat slapen. Zullen we twee boeken pakken? Nee, niet die. Nee, dat mag je niet kapot maken. Zullen we twee boeken pakken? Dit lijkt me ook leuk. Ja. Je hebt verschillende delen. Alia. Nee, nee, nee. Shh, mensen zijn nog even hier. Alia. Ik neem twee boeken mee. Ik weet niet. We nemen dit en dit voor de week. Is genoeg. Mocht ik twee pakken? Mag 15 op een pasje nemen. Ja, want het is allemaal hetzelfde deel, toch? Het is allemaal hetzelfde, een beetje van hetzelfde verhaal. Ja, ja. Ja, want ik... sowieso wel, ja. Ja, dus ik wil liever gewoon het hele verhaal afmaken. Ja, dan doe ik gewoon. Dit is een ander verhaal. En we doen gewoon dit allemaal. Alle drie. En plus deze, ik doe gewoon vier boeken. Want het is hetzelfde verhaal. Dat vind ik gewoon zonde als je nou één verhaal leest en dan begrijp je niet de rest van die verhaal. Dus... Ja, we hebben de boeken uitgezocht, maar Alia die blijft nog hier zitten, dus ik moet nog even wachten tot er even een beetje gespeeld is. Maar we hebben al drie boeken uitgezocht. Ja. Alia, ga even zitten aan de boeken. Moet ik meekomen? Nee. Kijk waar de kind naartoe gaat, helemaal daar zitten. Ik moet toch hier zitten. Zo, dat was echt mijn dochter. Ja, ik kom zo zitten. Ik zit ook lekker erbij. Kom maar. Nee, laat dit. Dit is voor thuis. Dit doen we voor thuis. Kijk. Ik zit ook erbij. Jeez. Ik kan ook wat erbij leuks doen. Wat is dat nou? Dat is een... Oh, je wil maar plaatjes kijken. Oké. Okay. Dat is vos. Nee, kom hier. Alia, kom hier. Dit is wat er gebeurt als je naar de bieb komt met de kid. Je blijft gewoon echt. Soms vind ik wel fijn om naar de bieb te komen om een boeken te lenen. Soms te gaan lezen. Maar... Bij Alia, je komt nooit een boek halen en weer terug naar huis. Hè? Het is altijd een boek halen en nog even blijven. Nee, dat mag je niet, Alia. Dat mag je niet aanraken. Kom, pak even het ding. Pak het op de grond. Pakken. Opstaan.
hij zit hier nog. Opstaan. Kijk, een mooie vos. Wat? Ja, doe maar jas uit dan, als je wil uitdoen. Heb je geen koud meer? Geen koud? Nee. Oké, doe maar jas uit dan. Maar als we naar buiten gaan, die willen jas aan. Hè? Nee, deze doe maar aan. Doe maar dit aan. Dit is geen jas, gewoon een mooie vest. Dat is een robot, maar dat boek is niet van jouw leeftijd. Dus laat de boek met rust. Pak even de ding op de grond daar. Pak de kroon. Is dat een kroon? Oh. Het is wel een beetje koud hier. Alia? Kom. Ik dacht dat ik zou mijn zoon hier zien. Maar hij is niet hier. Meestal komt hij altijd in de bieb en dan gaat hij bij de computer daar even game spelen. Alia, kom. Alia. Wat een pinguïn. Waar ga je nou? Zou je naar huis gaan? Nee! Mag je niet schreeuwen? Maar we gaan weer naar huis. Hij zit nog hier, dus ja, even alleen. Ja. Pak hier de boek. Pak hier de boek. Ja, boek. En dan hier. Oh. Ja. En dan pak hier deze. Pak hier deze erbij. En nu moet je wat op elkaar doen. En dan nu deze. Kijk, je hebt vier. Ja. Trek even de. En dan weet je precies wanneer je moet terugbrengen. Kom, zit die naar mama? Nee, dat is mama. Nu gaan we even naar de Albert Heijn. We gaan naar Albert Heijn. Even boodschappen doen. Ik ga kijken daar voor gebakken banaan. En baking soda. Oh. Mama, waar zijn de snoepjes gekocht? Nee, ga even naar Albert Heijn. Waar zijn ze? Ja. Mama, waar zijn we? Waar zijn we? Mama, waar zijn we? Ja. Waar zijn we? Waar zijn we, mama? Mama. Alia. Mama, waar zijn we? Mama. Wat? Waar zijn we? Waar zijn we? We zijn bijna. Zo lang. Zo lang. Nee, zo lang. We zijn bijna. Nee, we zijn bijna. We zijn bijna. Nee, we zijn bijna. We zijn bijna. Ja, we zijn bijna. We zijn bijna. Ja, we nemen even. Ik pak even gebakken banaan. Kijk, ik wil even de goede, even de goede uitzoeken.
Nee, alleen gebakken banaan deel ik. Nog even een pannenkoek. Dus het is een groot pakket. We gaan even de pannenkoeksuiker zoeken. Pannenkoek! Oh, de bananen, hè? Mama, pannenkoek! Ja, die heb ik al. Even nog een bananen. Chiquita bananen, chiquita bananen, chiquita. Ja. Ja, weet ik. Deze is open. Nee. Sommige zijn gewoon open. Neem maar deze. Dat is toch goed. Heb ik gebak bananen, heb ik bananen. En dat is nog. Hou je ding goed vast? Even gewoon omdraaien zo. We gaan op zoek naar suiker. Pannenkoeksuiker. Ik heb soms een robuuste suiker. Waar staan ze er altijd? Oh, hier. Hier. Neem deze. Hier. Neem de. Neem ze allebei. Want soms weet je niet precies wat de kinderen lekker vindt. Oh ja, we moeten nog een baking soda hebben. Het moet ergens hier in de buurt. Als hij goed wil, ja. Gelukkig Albert Heijn heeft die ook nu. Je hoeft niet meer bij de Afrikaanse winkel in mannenarm te kopen. Ja, dat is alles. Dat is alles eigenlijk. Dat ik nu. Ik kom, pannenkoek heb ik dat kant. Ja! Nee, dat mag je niet aanraken. Even pies, papa. Wat wil je? Appelpies. Wat alsjeblieft? Af met je appelblief. Eet. Wat, broodje? Een broodje. Kijk, even, ik mag één croissantje hebben. Of die nog hebben, als die nog niet hebben. Wacht, hè? Ja. Wacht even één croissantje voor jou. Oh, dan heb je 4 stuk voor 2, 1 euro. Oké. 4. Samen met Tommy delen. Iedereen 2. 3, 4. Dat is goed. We zijn eindelijk klaar bij de Albert Heijn. Het is echt druk daar, hoor. Het is gewoon echt druk. Maar wij gaan nu naar huis. Hoop dat Tommy ook thuis is nu, of die komt zo thuis, want ik heb vanavond even we gaan vannacht een open dag bij een middelbare school en dan gaan we vandaag even daar kijken. Vandaag ga ik even daar naartoe kijken voor Tommy, want hij heeft nog een jaar of 2 en dan een jaar of 2 volgens mij, ik weet niet meer. En dan is hij klaar dan met de basisschool. En dan gaat hij naar de middelbare school. Dus moet ik even
kijken wat de school allemaal gaat aanbieden en wat heeft de school al. Dus daar moet ik vanavond ook naartoe. En ik heb al een klein beetje boodschappen gedaan. Dus goed voor vandaag. Even thuis nog eten. Mezelf klaarmaken. Ja, klaarmaken. Niet dat ik hoef. Och, allemaal poep op de grond. Niet dat ik hoef iets bijzonders te doen. Gewoon even douchen. Andere kleding aandoen. En dan ga even vertrekken. Ga met de fiets. Wacht op de vriendin van mij. Zij moet nog even bij mij komen. Even oppassen. Op de kinderen van mij. En dan ga ik daar naar de school kijken wat de school allemaal heeft te bieden voor Tommy. Voor Tommy, hè? Ja, ik denk Tommy is thuis of die komt zo thuis. Want we hebben afgesproken dat het moet 5 uur thuis zijn. Ik ging even bij mijn vriend spelen. Dus ik heb gezegd, je mag best wat gaan spelen, maar je zorgt dat je 5 uur thuis bent. Dus ik hoop dat hij nu wel thuis is. Of hij komt nu thuis, want het is nog geen 5 uur. Maar ik wil dat gewoon echt precies 5 uur moet binnen in huis zijn. Het is niet dat je gaat 5 uur vertrekken, maar dat je wel 5 uur in huis moet zijn. Dus ja, we zijn bijna thuis. I'm ready to go. It's almost time. Ik ga bij de middelbare school voor een gewoon open dag kijken wat de school heeft te bieden voor Tommy. Maar het is echt super donker. Mijn vriendin is nu in de woonkamer met de kinderen. En het is echt koud en het regent. En geloof mij, als deze heeft niks te maken met mijn zoon voor school, ik zou echt niet gaan. Maar ja. Ik moet wel gaan, want het heeft wel te maken van de studie van hem. Dus ik moet wel gaan. Het is echt gek. Ik heb mijn fiets nu buiten gezet. Ik heb mijn handschoenen. En ja, ik heb wel goed aangekleed. Dus ik ga mijn fiets. Het is echt heel erg donker buiten. Ik ga even buiten laten zien. Gewoon kijken hoe donker het is buiten nu. Kijk, zie je? Het is zo donker buiten. Zo donker is het. Ik heb mijn fiets daar klaargezet. Dus ik ga nu. Ik zie jullie wanneer ik daar ben. Ik hoop dat ik wel daar een filmpje kan maken. En als dat niet kan, dan houdt het op. Maar ik zie jullie daar straks. Ik ga zo weg. Ja, ik ben weer terug thuis. Het is zo donker. Het is echt heel laat nu. Het is iets van 10 uur nu, maar ik ben wel eindelijk thuis. Het was wel heel leuk, de beetje presentatie van de middelbare school. Ik heb een aantal folders gekregen. Ik heb folders gekregen van de scholen. Ik heb 3 school een presentatie meegedaan. Gewoon echt 3 scholen die mij wel echt leuk vindt. Dat ik wel leuk vind. Ik heb een. Maar ik ga nu naar bed en ik ga hier deze vlog eindigen. Hoop dat jullie deze video leuk vindt. En als je deze video leuk vindt, vergeet niet te abonneren. En vergeet mij niet te volgen op mijn Instagram en op mijn Facebook pagina. Please don't forget to like, comment, subscribe en share if you guys like this video. And I hope to see you guys on my next vlog. This is your girl Amy. Bye.